En de First Lady Melissa Santokhi Sinaceri heeft 25 zorginstellingen blij gemaakt met een donatie van 10.000 SRD elk. Dit deed zij ter gelegenheid van de 62e verjaardag van president Chandrika Prasad Santokhi. De cheques zijn gisteren in de congreszaal overhandigd aan vertegenwoordigers van de instellingen. Deze geste is mogelijk gemaakt door bijdragen van enkele sponsoren. First Lady Santokhi Sinaceri zegt dat de donatie gezien moet worden als een tegemoetkoming. Ik was namelijk vorig jaar al gestart met enkele instellingen. De bedoeling was dat ik het zou afronden. Helaas kwam COVID bij kijken met de maatregelen. Dus hadden we het eigenlijk moeten uitstellen. En hiermee kunnen we het voortzetten. Natuurlijk heb ik jullie instellingen niet persoonlijk kunnen bezoeken, maar dat kan een andere keer komen. De bedoeling is dat ik wel alle instellingen binnen ons land één keer heb bezocht. Dus dat komt nog. Maar bij deze alvast, dan op deze manier een geste. De First Lady zegt dat ze de sociale instelling bezoekt om persoonlijk te zien hoe het eraan toe gaat. En dat vind ik belangrijk. Vandaar dat ik in ieder geval voor dit jaar hoop ik dat ze allemaal kan bezoeken. Maar mocht dat wegens COVID toch niet lukken zoals vorig jaar, dan gaan we het sowieso doen. Dan is het jaar daarop. Maar ik hoop dat het allemaal in één jaar kan. En zullen de andere tehuizen of instellingen in de districten ook volgen? Ja, zeker. Ik was ook al naar Komwijnen geweest, naar Nikeri geweest. Dus dat is gewoon een voortzetting daarvan. Dus de bedoeling is dat ik gewoon allemaal ga bezoeken. Dat is dus First Lady Melissa Santokhi Sinaceri. Ze is onder de indruk van het werk dat de medewerkers van de instellingen verrichten. Ze zegt dat als ze sociale instellingen bezoekt, ze niet met lege handen er naartoe zal gaan.